Vooruitbordurend op de vorige vlog over kan je nog sporten, is er beweging die beter of minder goed is voor honden met artrose. En daar kunnen we ook duidelijk een advies over geven. Het is namelijk zo dat het beter is om te zorgen dat je rechtlijnige, regelmatige beweging hebt. Regelmatige beweging betekent dat je elke dag evenveel doet, niet de ene dag veel meer dan de andere dag. En dus niet in het weekend in één keer als een dolle stier met je hond gaan lopen rennen en racen, want daar kan een hond met artrose niet meer tegen. Verder is het zinvol om de beweging vooral rechtlijnig te maken. Dus aan de fiets is bijvoorbeeld een hele mooie rechtlijnige beweging. Meelopend, joggend of wandelend, rechtlijnige beweging is goed. Mag hij dan helemaal geen lolletje meer hebben? Jazeker mag hij wel een lolletje hebben, maar misschien is het niet verstandig om met een artrotisch gewricht met een tennisracket naar het veld te gaan en dan 20 keer de bal weg te slaan en die hond als een dolle stier daar achteraan te laten gaan terwijl die in de remmen gaat, haakse bochten slaat en dan heeft hij de volgende dag zeker last van zijn gewrichten. Als je dan niets wil doen, bijvoorbeeld neem dan de bal mee naar het water en ga dan met de hond in het water spelen, want zwemmen is goed voor zijn gewrichten en dan kan hij ook zijn lolletje, namelijk zijn bal apporteren halen. Kortom, er zijn zeker bewegingen die veel beter zijn voor artrotische gewrichten.